Belgische autoriteiten vinden de laatste jaren steeds meer cocaïne in de haven. Vorig jaar nog een vangst van 8000 kilo. En wat steeds meer opvalt is de bestemming van de drugs. Wat we vaak vaststellen in de grote inbeslagnames van de voorbije maanden, meestal waren die partijen bestemd voor Nederlanders. Vele liquidaties in Amsterdam en Antwerpen met ongekend vertoon van geweld. En opvallend genoeg zijn zowel de daders als de slachtoffers Marokkaan. Een onderwereldoorlog die zijn weerga niet kent. Amsterdam krijgt de afgelopen 2 jaar te maken met meerdere moordaanslagen. Zeker 15 mensen zijn in dit conflict met grof geweld om het leven gebracht. De haven van Antwerpen, de plek waar het allemaal zou zijn begonnen. Begin 2012 komt hier een container aan met ruim 200 kilo cocaïne. Eindbestemming Amsterdam. Alleen daar komt hij nooit aan. Het vermoeden bestaat dat de Turtles, een groep Vlaamse Marokkanen... ...zou zijn ingehuurd om de cocaïne op te halen in de haven van Antwerpen. De Turtles zouden vervolgens aan hun Amsterdamse opdrachtgevers hebben verteld dat de bewuste container leeg was. Die partij cocaïne zou later delen daarvan zouden zijn opgedoken in het crimineel circuit, dus doorverkocht. Tegelijk bleken de Turtles plots over veel geld te beschikken, reden met nieuwe auto's door de straten van Borgerhout, waren aan het feesten. Zouden zelfs al vastgoed gekocht hebben. Iedereen ziet dat de Turtles een grote klapper hebben gemaakt. En dat valt ook de opdrachtgevers op. Vanuit Amsterdam wordt een strafexpeditie naar België gestuurd om een signaal af te geven. Een groep uit Amsterdam die gestuurd was om zeg maar, de Turtles tot de orde te roepen en tot de betaling aan te zetten. Op een zeker moment gewoon bij die mensen thuis heeft aangebeld. Naar verluid verkleed als politieagenten. En ze hebben de jongste van de familie meegenomen en die is een week lang vastgehouden. En daar hebben ze foto's van gemaakt. Die hebben ze boven een vleesmolen gehangen om de familie maar onder druk te zetten. Na de strafexpeditie in Antwerpen waren de spanningen zo hoog opgelopen in de Amsterdamse onderwereld. Dat een oorlog op het punt van uitbreken stond en die brak ook uit. Er ontstaat een conflict tussen grofweg twee kampen. De vermeende groep rondom Hussein A. en zijn compagnon Bennehoef A. En aan de andere kant het kamp van Gwennet Marta. Zijn de Marokkaanse loopjongens van toen uitgegroeid tot de maffiabazen van nu? En dan beelden van zondagavond 22 april in Amsterdam. Het is iets na 10 uur 's avonds en in de Shisha Lounge, een zogenaamde waterpijpcafé aan de Van Wouwstraat, is net voor de ogen van zijn vrienden en tientallen andere bezoekers een man doodgeschoten. Twee mannen waren even eerder de lounge binnengelopen. Eentje bleef boven en bedreigde de bezoekers daar. De ander liep rechtstreeks naar beneden en recht op zijn slachtoffer af en schoot van dichtbij meerdere malen gericht op hem. Oktober 2012. De Amsterdammer Najib Boubou, doodgeschoten op de stoep van een hotel in Antwerpen. We'll be right back.
Amerikanen. Ik stel wel vast dat er inderdaad oorlogen worden uitgevochten, dat men vecht om het monopolie in de cocaïneswin. De Amsterdamse staatsliedenbuurt, opgeschrikt door een tweevoudige liquidatie. Deze twee mannen, Saïd El-Yazidi en Youssef Le Korf. In januari deden we al een eerste oproep, maar vanavond nieuwe vragen en nieuwe aanknopingspunten. Zaterdagavond 29 december 2012. Saïd El-Yazidi, 21 jaar, en de 7 jaar oudere Youssef Le Korf zijn in de staatsliedenbuurt. Samen met een bekende van hem. Die bekende die heeft hier op het Van Bossenpad een afspraak met een onbekende man. Plotseling wordt op hem het vuur geopend. Saïd probeert in eerste instantie te vluchten in een Range Rover, maar wordt al snel achterhaald. Saïd en Youssef, die zich in de nabije omgeving bevonden, worden ook door de daders beschoten en moeten doodsangst hebben uitgestaan. Hoe snel ze ook rennen voor hun leven, ze hebben geen schijn van kans. Van dichtbij worden hun lichamen met kogels doorzeefd. Als de politie op de melding afkomt, liggen twee slachtoffers op straat. Saïd El-Yazidi en Youssef Le Korf. Youssef overlijdt even later in het ziekenhuis. Saïd sterft ter plekke. De bekende van Youssef en Saïd, de derde man, heeft de kogelregen overleefd. Hij is hier langs de woonboot gerend en heeft op deze plek zijn leven gered. Want hier is hij tussen deze twee woonboten in het water ingesprongen en is zo ontkomen aan zijn belagers. Na de schietpartij, die een paar minuten duurde, vindt de politie tientallen hulzen, verspreid over honderden meters. In een kinderkamer op een woonboot wordt een inslag van een van de kogels aangetroffen. Inmiddels is het meer duidelijk. De politie gaat er nu vanuit dat er 5 tot 7 daders waren die verdeeld waren over 2 auto's. Vanuit de Audi is er, zelfs door de eigen voorruit heen, op de Range Rover geschoten waarin op dat moment een van de slachtoffers zat. Dat gebeurt onder andere met Kalashnikovs, zware automatische oorlogswapens. De inzittenden van de Audi aarzelen niet als ze de agenten zien. Vanuit de auto vuren ze verschillende kogelsalvo's af die de motoren raken. De agenten hebben veel geluk en komen met de schrik vrij.
Gistermiddag om 3:30 werd een verdachte van betrokkenheid bij de schietpartij in de Staatsliedenbuurt na een gericht schot van het arrestatieteam gearresteerd. De verdachte is een bekende van de politie en zit in volledige beperking vast voor verhoor. De verdachte zat in een auto, ging er vandoor, raakte op de buiskade de macht over het stuur kwijt, raakte een lantaarnpaal in een aantal geparkeerde auto's, is uit de auto gevlucht, het water van de kostverloren vaart ingedoken om naar de overkant te zwemmen. De leden van het arrestatieteam hebben hem gewaarschuwd, hebben waarschuwingsschoten gelost. En uiteindelijk hebben ze ervoor moeten kiezen om aanhoudingsvuur te plegen. En daarbij is hij geraakt en aangehouden. Na de arrestatie zijn er bij huiszoeking in Amsterdam-West op verschillende locaties wapens aangetroffen. Er zijn meerdere huiszoekingen geweest en bij die zoekingen daar zijn een aantal automatische vuurwapens aangetroffen met munitie en kogelwerende vesten. Vanmiddag is in de kostverloren vaart met duikers nog onderzoek verricht in het water. De politie is met 30 man bezig aan het onderzoek naar de dubbele liquidatie in december 2012 in de Staatsliedenbuurt. Gisteren is dus een eerste verdachte gearresteerd. De politie sluit nieuwe arrestaties zeker niet uit. Amsterdam. De Comeniusstraat in de Amsterdamse wijk Slotervaart is in de nacht van zaterdag 16 op zondag 17 maart één groot plaatsdelict. Forensisch medewerkers doen onderzoek naar een afrekening. Om 11:15 is een jongeman van dichtbij meerdere malen beschoten en ter plekke gestorven. De jongeman blijkt de 21-jarige Rida Benayem te zijn. Hij is op dat moment een van de meest gezochte criminelen van ons land, omdat hij verdacht wordt van een gewelddadige overval. Maar die 16e maart wordt Rida Benayem dus zelf slachtoffer. Over een Rida Benayamen, zeg het? Benayem. Dus Benayamen. Die was 19 toen hij al zijn eerste gewelddadige, althans wat we weten, dat hij heeft gepleegd. Misschien moeten jullie hem eens beschrijven, want misschien staat hij ook wel een symbool voor heel veel van die jongens in die wereld. Ja. Nou ja, wat dat betreft zijn alle clichés waar. Gebroken gezin, slecht op school, veel op straat hangen, foute vriendjes en steeds verder wegleiden in die onderwereld, dan vastzitten. Eigenlijk vol goede voornemens weer naar buiten wandelen en zeggen, nou, dit keer ga ik ervoor, dit keer ga ik echt een baan zoeken. En dan blijkt toch dat zijn status op straat groter is dan die bij de kaartenbakken van het DWI. En dan kiest hij toch weer het foute pad. En hij maakt een soort pijlsnelle carrière van een jongen die op de straathoek staat bij een scooter met een blikje Red Bull en wat zonnepitjes, naar echt een gevreesde hitman. Ja, hij was heel klein. Zelfs 1 meter, 70 misschien net. Maar iedereen was doodsbang voor hem. Als hij tegenover jou stond en dan keek je boos aan, iedereen stond te schudden. Hij had echt een enorme reputatie van dat hij... Maar die reputatie had ook te maken met feiten, met zaken die hij gedaan heeft daadwerkelijk. Hij heeft ook mensen neergeschoten en doodgeschoten. Moet ik wel bij zeggen dat is het grote vermoeden en dat zegt vrijwel iedereen ook op straat en daar gaat justitie ook vanuit. Hij is daar niet voor gepakt of veroordeeld. Maar hij begon als je de verhalen hoort, met een mes eigenlijk. En toen op een gegeven moment kreeg hij zijn eerste vuurwapen in handen. En toen was het op een gegeven moment ook al snel raak. En hij duinsde er ook niet voor terug om het bijvoorbeeld in zijn eigen straat, waar hij woonde, gewoon 50 meter naast zijn voordeur te gebruiken. Wat
zich opvallend is. Om iemand in het been te schieten in dat geval? In dat geval was het een soort van vriendelijke waarschuwing. Celstraf van 20 jaar voor een betrokkenen bij een bloedige dubbele moord. Die was 2 jaar terug in Amsterdam. Inclusief kogelregen en een wilde achtervolging. De man die nu veroordeeld is, is Hamza B. Die kreeg die straf in Marokko opgelegd. Hij vluchtte juist naar Marokko om daar zijn straf te kunnen ontlopen. Maar door een samenwerking tussen Nederland en Marokko liep dat anders. 2 jaar terug ontspoort in de Amsterdamse statie de buurt een drugsoorlog tussen 2 bendes. Deze jeep wordt doorzeefd met kogels, er vallen 2 doden. En agenten die de daders achtervolgen worden beschoten met automatische wapens. De vluchtauto wordt bestuurd door Hamza B. En vanavond krijgt hij in Marokko 20 jaar cel, want er was veel bewijs. Er is DNA aangetroffen op de stoel van de Audi van waaruit geschoten is. DNA van Hamza B voor de helderheid. Er is DNA van hem aangetroffen op een automatisch wapen in een sporttas die is aangetroffen. En er is DNA gevonden op een bivak, ook van Hamza B. Na de moord vluchtte Hamza B naar Marokko. Maar daar werd hij snel opgepakt omdat de Nederlandse en Marokkaanse autoriteiten goed samenwerkten. Maar Marokko wilde hem niet uitleveren. Marokko wisselt geen onderdanen uit met andere landen. Want hij heeft een Marokkaans paspoort, dus hij kon niet uitgeleverd worden naar Nederland. En toen dacht Leemann, nou dan brengen we het dossier van naar Marokko toe. Maar dat moet dan natuurlijk wel goed geregeld worden. En dat is nu gebeurd. En dat was, deze zaak is dat eigenlijk voor het eerst gebeurd. Dat op deze schaal een geheel dossier op zo'n manier is overgedragen. De advocaat van Hamza B. kondigde meteen aan dat hij in hoger beroep gaat. Volgens hem is het onderzoek waarbij de DNA-sporen zijn gevonden onbetrouwbaar. De 26-jarige Souhail Lagier doodgeschoten. Op het exclusieve Waterfront feest, waaronder de bijna 1000 aanwezigen zich ook menig BN'er bevond, wordt dan het vuur geopend, zegt deze ooggetuige. Ja, ik dacht iemand die trekt 5 fles champagne open, weet je wel, met die doppen eraf schieten en zo. En pang voor pang. En je ziet allemaal rookwolkjes, zeg maar, van die schoten dus. Ja, en ik natuurlijk iedereen paniek, gillen, iedereen duikt naar de grond. En zelf achter een muurtje gaan schuilen. Ja, toen was het in één keer afgelopen feestje.
En dan gaat het om de 26-jarige Suhail uit Osdorp, een bekende van de politie. De vermeende schutter wist het feest nog wel te ontvluchten, maar werd volgens ooggetuigen niet veel later in zijn auto aangehouden. Bezoekers van het feest zeggen dat de twee al een tijdje stonden te ruzien. Ze werden echter niet van het feest verwijderd. En kennelijk was het geen probleem om met een vuurwapen binnen te komen. Wat ik mee heb gekregen van toen ik naar binnen ging, is dat vrouwen helemaal niet gefeerd werden. En ik werd echt heel oppervlakkig. Maar ik had zelf wat ik laars aan. Nou, als je zoiets in je laars verstopt volgens mij, of weet ik veel, bij je kruis, dan werd het helemaal niet gevoeld. Amsterdam Nieuw Sloten. De nacht van vrijdag 16 op zaterdag 17 augustus. Rond 1 uur is een 27-jarige Amsterdammer op weg naar de Antwerpenbaan. Ook al is het laat, hij heeft er nog een afspraak. Voordat hij doorheeft wat er gebeurt, begint een van de mannen op hem te schieten. Help me daar, ze hebben een groot aard me geraakt. Hallo, politie. Wat hier schoten, het lijkt wel oorlog. Vanaf de brug wordt het geheel gadegeslagen door een man. Een tweede kogelregen wordt afgevuurd. En weer wordt het slachtoffer geraakt. Daniel, politie, politie! Ervan uitgaande dat de klus nu echt geklaard is, gaan de schutters er vandoor. Wonder boven wonder is geen van de omstanders geraakt. Het slachtoffer is echter minder goed van afgekomen. Hij heeft meerdere schotwonden. Maar wonderbaarlijk genoeg blijkt geen van de schoten fataal. Na een week verlaat hij het ziekenhuis. We praten hier over iemand die verschillende veroordelingen heeft op wapens, witwassen en drugs. Die wij vorig jaar nog in een auto hebben aangetroffen met wapens erin. Die veroordeeld is door een rechtbank voor 16 miljoen terug te betalen van activiteiten uit drugs. 200.000 euro per week verdiende. Dat was zijn omzet? Dat was zijn omzet op basis van die 16 miljoen. Dat is een eerste aanleg door de rechtbank veroordeeld. Het hoger beroep loopt nog. We praten iemand die in verband is met liquidaties. Dan praten we niet over iemand als u en mij. Dan gaat het niet over eerste en tweede rangs, maar het is wel goed om te duiden dat het iemand is die actief was in dat criminele milieu. Volgens mij was dat ook de boodschap van de vraag.
Dit is de 30-jarige Mohamed El Mayouri. Afgelopen vrijdagnacht was hij hier met vrienden in dit Amsterdamse waterpijpcafé, Fayrouz Lounge, aan de Amstelveenseweg. Hij stapte daar de zaak uit, liep 50 meter de hoek om de Karwerweg in en werd onder vuur genomen. Het was toen rond 2 uur. Dit zijn beelden van die Karwerweg afgelopen vrijdagnacht, vlak daarna. Hulpdiensten zijn uitgerukt om te kijken of Mohamed nog valt redden, maar hij overlijdt ter plaatse. Was zijn bijnaam. Tot gisteravond. Toen lag hij dood op straat, midden in een woonwijk. De drie daders hebben automatische vuurwapens gebruikt. Een vluchtauto laten ze brandend achter in Diemen. Dat was een zeer gewelddadige moord. Hè. Het was midden op straat in een woonwijk. Mensen hebben het ook gezien, kinderen hebben het gezien. Er is al tot 15 keer geschoten, mogelijk met automatische wapens. Dus het is er heftig aan toegegaan. Marta had een toppositie in de Amsterdamse drugscene. Hij wordt gelinkt aan eerdere moorden. Een vriend van hem is in 2012 doodgeschoten in Antwerpen. In datzelfde jaar is Marta mogelijk verantwoordelijk voor de 2 doden bij een schietpartij in de staatsliedenbuurt. Zelf ontsnapte hij 2 keer aan een liquidatie. Waar de oude Amsterdamse pinozen nog in de kroeg met elkaar op de vuist ging, rekenden ze in de jaren 80 met elkaar af op een verlaten terrein. Vanaf deze eeuw komen liquidaties steeds vaker voor. Er was wel een erecode. Omstanders mochten geen gevaar lopen. De huidige generatie trekt zich hier niets meer van aan. Sinds 2012 zijn zeker 10 criminele twintigers in drukke straten doodgeschoten. Dat is echt iets wat bij die jonge generatie hoort. En jonge generaties klinkt een beetje gek als het om Gwyneth en Marta gaat. Want die was natuurlijk al 40, maar dat is wel eigenlijk een soort van exponent. Een soort van godfather voor die nieuwe generatie. Hij had er veel contacten met jonge Marokkaanse criminelen. En het is wel zo dat al die jonge criminelen met een vuurwapen rondlopen, op zijn minst. Als je tegenwoordig een mes hebt, dan hoor je er niet echt meer bij. In hoeverre valt het Openbaar Ministerie de aanslag op topcrimineel Gwyneth Marta te verwijten? Zijn advocaat Nico Meiring vindt van wel. Het leek gisteravond wel even het Wilde Westen in Amstelveen. De Amsterdamse topcrimineel Gwyneth Marta komt door een kogelregen om het leven. We troffen daar het slachtoffer aan op de hoek van de Amsterdamse weg en de Van Spaanstraat. En het slachtoffer is op die plek ook aan zijn verwondingen overleden. Geweld, heroïnehandel, witwaspraktijken en zelfs een ontsnapping uit de gevangenis. Gwyneth Marta wordt met tal van zaken in verband gebracht en zit een aantal keer vast. De media en justitie linken hem bovendien aan een aantal liquidaties. Zelf zou Gwyneth ook al jaren gevaar lopen. Het gevaar voor het leven van cliënt werd concreet eind oktober 2012. Toen de criminele inlichtingeneenheid hem waarschuwde dat hij op een zogenaamde dodenlijst zou staan. In december ontsnapt de zware jongen nog aan een aanslag. Het wapen van zijn belager blokkeert. Voor Marta, die notabene de bijnaam de onaantastbare had, reden om iedere dag over zijn schouder te kijken. De cliënt en met hem zijn familie heeft de voorbije periode zeer gevreesd voor zijn leven. Het is natuurlijk een heftig schietincident. Het gaat om een criminele afrekening. En we hebben daar een team van rechercheurs opgezet. En we doen er alles aan om dit zo snel mogelijk op te lossen. Ja, meneer Meiring, welkom. Al maanden eigenlijk leeft de Gwyneth Marta met het idee, er zal een aanslag op worden gepleegd. Wat hebben jullie precies gedaan om die aanslag te voorkomen? Want jullie hebben een aantal eisen neergelegd, althans vragen gesteld aan het OM. Nou ja, een aanslag voorkomen kun je natuurlijk nooit. Maar je kan wel ervoor zorgen dat iemand in een veiliger omgeving komt. En er zijn steeds concrete aanwijzingen geweest. Zelfs ook een aanslag, een mislukte aanslag is er in december geweest op hem. Hij is ook gewaarschuwd door de CIA dat er een aanslag aanstaande was. En dat bij elkaar genomen heeft ons ertoe gebracht om te spreken. Dat heeft cliënt gedaan met de politie over de mogelijkheid van bescherming. Daar werd het vereiste of de voorwaarden aan verbonden dat hij dan de achtergronden van de aanslag, de mislukte aanslag, om die bloot te geven. Nou, degene die de aanslag op hem heeft gepleegd, die mislukte aanslag, die heeft natuurlijk geen visitekaartje achtergelaten. Hij wist dat niet. Hij had daar geen idee van wat daarachter kon zitten en wilde ook niet gaan speculeren. En dat betekende dat hij dus niet in aanmerking kwam voor bescherming. Het tweede punt was dat hij onder voorwaarden was vrijgelaten. Dat was daaraan vooraf gegaan. En een van de twee voorwaarden waren er. Eén voorwaarde dat hij op een vast adres moest verblijven.
En een andere voorwaarde was dat hij zich wekelijks op een vast politiebureau moest gaan melden. Fatale vergissing in de reeks liquidaties in Amsterdam. Althans, daar gaat het Openbaar Ministerie van uit. In juli werd de 30-jarige Stefan Eggermond doodgeschoten. De man had geen strafblad. Het OM gaat er nu vanuit dat de dader of daders dachten dat hij iemand anders was. De 30-jarige Stefan Eggermond heeft bij zijn broer de WK-wedstrijd Nederland-Brazilië gekeken en parkeert zijn auto erna in de buurt van zijn woning. Hij zit nog in zijn auto als hij wordt doodgeschoten. Het OM gaat er nu vanuit dat de dader zich heeft vergist. Omdat we hier onderzoek hebben gedaan naar het slachtoffer en deze man geen strafblad heeft, niet betrokken is bij criminele activiteiten en ook geen criminele contacten heeft. Dus het lijkt erop dat we hier te maken hebben met een afschuwelijke situatie waarin er sprake is van een persoonsverwisseling. Want Eggermond reed die nacht in een Fiat Punto en volgens het OM had het beoogd doelwit mogelijk dezelfde auto. Onwerkelijk voor de vriendin van Eggermond die vanavond haar verhaal doet in Opsporing Verzocht. Nu is het Stefan, weet je, die gewoon lekker een avondje voetbal heeft gekeken, zijn auto parkeert en nooit meer thuis komt. Dat had ieder ander kunnen zijn. Vermoedelijk reed de dader in deze auto die uitgebrand is teruggevonden. Er wordt met man en macht gewerkt om een antwoord te vinden in deze zaak. Want als iemand om het leven wordt gebracht is dat natuurlijk altijd heel erg. Maar wanneer dat een onschuldige burger blijkt te zijn, dan doen we nog een keer extra ons best. Stefan Regalo Eggermond was een echte familieman. We gaan terug naar zaterdagavond 12 juli. Het gezin is dan net 2 dagen terug van een ontspannen vakantie in zijn geboorteland Spanje. We hebben nog een bakje koffie gedronken en toen belde zijn broer of hij mee voetbal ging kijken. En toen heb ik gezegd, nou ik ben zo moe. Ze dus ga jij maar lekker en dan drink maar lekker een biertje en dan zie ik je vanavond. En toen is hij weggegaan. Is nu bij de middencirkel weer aangekomen. Dat hij in de vorige wedstrijd moeten doen dit. Stefan kijkt de troostfinale Nederland-Brazilië samen met zijn broer bij een gezamenlijke vriend in Amstelveen. Doe nou. Nou kende je het wel, hè? Yes, gelukkig. Yeah. Na treffers van Persie, Blind en Wijnaldum is het brons binnen en sluit Nederland in elk geval winnend het WK af. Hey, Chili, volgende week. Ja, is goed, hey, man. Hey, goed, man. Goed, terug, rij veilig. Na middernacht brengt Stefan zijn broer thuis weer terug richting Amsterdam-Oost. Stefan is geen gemakkelijke prater, maar heeft het ineens over de toekomst. Hij denkt erover weer het onderwijs in te gaan of om misschien te gaan werken met zijn handen. Maar het is al laat, ze maken het gesprek wel een andere keer af, zegt hij. Van het huis van zijn broer is het maar een paar minuten rijden naar zijn eigen huis. Maar daar heeft Stefan die nacht waarschijnlijk geen parkeerplek kunnen vinden. Vandaar dat hij iets verder doorrijdt naar de Conradstraat. Wat er daarna gebeurt, heeft Stefan waarschijnlijk niet meer bewust meegekregen. Hij zit nog in zijn auto als er vanuit die richting iemand op hem komt afrennen. Het is een man met een automatisch wapen die meteen op Stefan begint te schieten en daarna weer terugrent. Binnen een seconde of 20 is het allemaal voorbij. Terwijl hulpdiensten kijken of ze nog iets voor Stefan kunnen doen, ligt zijn vriendin een straat verder op hem te wachten. Was een crimineel van 34, Derk Jaoui van der Meijden, die door 2 schutters onder vuur werd genomen. Hij overleed in het ziekenhuis. De politie maakt zich grote zorgen over de bendeoorlog die steeds roekelozer en gewelddadiger wordt uitgevochten in de straten van Amsterdam.
Op de plek van de schietpartij in Amsterdam-Oost zijn overal sporen van de afrekening te zien. Gisteravond om 11:15 vliegen hier de kogels in het rond. Ze doorboren onder meer de ramen van dit kinderdagverblijf dat midden in een drukke woonwijk staat. Het slachtoffer overlijdt in het ziekenhuis. Het gaat om de 34-jarige crimineel Dekiawi van der Meijden. De politie is begonnen met een groot onderzoek. Hij is een crimineel uit Oost en hij werd ervan beschuldigd huurmoorden te hebben gepleegd. Waaronder betrokkenheid bij 2 huurmoorden in de staatsliedenbuurt, december 2012. Gezegd wordt dat de groep rond Gwennet Marta hem inhuurde voor klussen zoals huurmoorden. Van der Meijden droeg gisteravond een kogelwerend vest. Op de plek van de schietpartij hebben vrienden bloemen neergelegd. Oog om oog, tand om tand, daar lijkt het op. Al ruim 2 jaar woedt er een hevige strijd binnen het Amsterdamse criminele milieu. En dat leidde tot een hele reeks van liquidaties en pogingen naartoe. De oorzaak? Een ruzie tussen 2 rivaliserende groepen. Elke moord of aanslag uit het ene kamp lijkt weer te leiden tot een vergeldingsactie uit het andere kamp. Het begint in 2012 met de liquidatie van deze Redouan Boutaka in een waterpijpcafé in Amsterdam. En een afrekening daarna in Antwerpen. De wraakneming voor die moord schrikt heel Amsterdam op. Als er eind december in de drukbevolkte staatsliedenbuurt in het Wildeweg wordt geschoten met automatische wapens. 2 mannen sterven. Saïd El Yazidi en Youssef Le Korf. De maatschappelijke onrust is groot als blijkt hoe groot de kans was dat een bewoner was geraakt in de kogelregen en dat de ruzie tussen de criminelen alleen maar verder oplaait. Derkaoui van der Meijden, Pirki voor vrienden. Hij is zoon van een Nederlandse moeder en Marokkaanse vader en groeit op in Amsterdam-Oost. Hij krijgt de achternaam van zijn moeder. De 34-jarige van der Meijden hoort vermoedelijk bij de groep die de staatsliedenbuurtmoorden uitvoerde en lijkt zijn geld te verdienen in het criminele milieu. Hij zit midden in de voortwoedende ruzies. Waarschijnlijk voelde hij zich de laatste tijd opgejaagd. Hij bivakkeerde daarom op verschillende adressen, had geen vaste verblijfplaats. Op de regenachtige maandagavond 18 augustus heeft hij hier op de Borneolaan in Amsterdam-Oost een afspraak. De 2 ontmoeten elkaar rond 11 uur op straat. Ze maken een ommetje. Via de Blauwpijpstraat lopen ze de Borneokade op in de richting van het kinderdagverblijf. Daar wordt hij verrast door 2 mannen die het duidelijk op Derkaoui en niet op zijn vriend hebben voorzien. Met een automatisch wapen proberen ze hem te raken. Zijn vriend kan wegkomen. Hoewel ze van dichtbij op hem vuren, wordt Derkaoui waarschijnlijk alleen in zijn been geraakt. Hij kan de daders van zich afschudden. Dan denkt hij veilig te zijn. Maar op deze plek op de Borneolaan maakt Derkaoui een fout. Hier neemt hij een beslissing in een fractie van een seconde die hem uiteindelijk fataal zal worden. Hij kan hier rechtsaf, tussen de flats door. Of hier rechtdoor lopen, de Borneolaan af. Maar in plaats daarvan slaat hij linksaf, richting de Borneokade. En dat is nu juist de kant waar ook de daders naartoe gaan. Ze druipen na een mislukte moordaanslag af naar diezelfde Borneokade, omdat daar een scooter staat. Derkaoui heeft geen idee dat hij opnieuw recht in de armen van zijn aanvallers loopt. De kogels raken hem ditmaal in vitale organen. Hij wordt zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht.
We beginnen vanavond met een zaak met heftige beelden. U herinnert zich misschien deze politiefoto nog wel. Alle rode lijnen zijn kogelbanen. Er is heel goed op te zien hoe vaak er vrijdag 10 oktober in het Wildeweg werd geschoten in het inmiddels gesloten café De Zon in Amsterdam. In plaats van hun beoogde doelwit raakten de schutters twee onschuldige cafégangers. Vanavond maakt de politie de bewakingsbeelden van dat schieten openbaar. En een van die getroffen bezoekers vertelt hoe die eigenlijk door stom toeval in die nachtmerrie belandde. Ik hoorde gegil, ik hoorde geschreeuw en ik zag iedereen langs me heen rennen. En toen besefte ik, er wordt gewoon geschoten in die tent. Ik was alleen thuis. Het Nederlands elftal speelde. Maar het zat zo in die wedstrijd. Op een gegeven moment wil ik een sigaret pakken en ik wil een slok bier nemen. En ik zie, ik heb geen bier meer, ik heb geen sigaretten. Toen dacht ik van, weet je wat, dan ga ik het even snel halen. Dan kan ik weer terug voor de wedstrijd om te bekijken. Ik ben naar de avondwinkel toe gereden. En opeens kreeg ik de ingeving, reis even langs dat café. Om te kijken van hoe de sfeer daar is. Aangezien ik daar heel lang niet ben geweest. Daar aangekomen, herkende een bezoeker mij. En die zegt van, hey, kom naar binnen, hoe gaat het met je? Kom, we hebben je lang niet gezien. Kom naar binnen. Ik denk, laat me niet flauw doen. En ik zie hier allemaal aanwezigen. En die waren zo opgetogen dat ze me zagen. Hoe gaat het met je? Wat blijf je nou al die tijd? Het is die avond niet erg druk in het café. Er zijn zo'n 10 bezoekers, voornamelijk vaste klanten. De helft van die bezoekers zit in het voorste gedeelte aan de bar. En de andere helft in de rookruimte erachter. En daar kijken ze naar de nabeschouwing van de voetbalwedstrijd van het Nederlands elftal. Ik steek een sigaret op. Ik zat gewoon een beetje naar het voetballen te kijken. En dit is een platte grond van het café. De rookruimte is door een dun wandje afgescheiden van het bargedeelte. In de barruimte amuseert iedereen zich prima. Ja, ik was heel ontspannen. Dus ik hing zo een beetje tegen de leuning aan, tegen de deurpost. Rond 11:50 komt er een zwarte BMW aangereden over de Pretoriestraat en die auto stopt hier op deze plek. Er stappen 2 mannen uit en die lopen richting de ingang van Café De Zon. En even later is op bewakingsbeelden te zien dat deze 2 mannen zwaar bewapend zijn. Dit is vlak voor de schietpartij. Let op de deur. En dan ineens een pistool en een kalasjnikov. Tientallen schoten. Een van de bezoekers draait met gevaar voor eigen leven de deur op slot. Er wordt op dat moment nog geschoten. En zo gaat het er in de rookruimte aan toe. De kogels vliegen dwars door het tussenwandje heen. Op een of andere manier viel ik achterover. En ik greep naar mijn broek. En ik trok hem omhoog. En toen zag ik dat mijn onderbeen kapot geschoten was. Ja, toen werd het zwart voor mijn ogen. Ik denk, dit is niet waar. Dit gebeurt niet met mij. Dit is niet mijn been. Dit. Nee, ik droom. Ze moeten beseffen wat ze andere mensen aandoen. En dat ze niet alleen mijn leven omver gooien. Maar ook van heel veel mensen om mij heen. En dat is het allemaal niet waard. Wat ze doen, moeten ze zelf weten. Maar laat de onschuldige burger, laat die gewoon eruit, laat die gewoon erbuiten. Eerder besteden we korte aandacht aan een liquidatiepoging begin november in Almere. Bij die aanslag ontsnapten 2 vrienden ternauwernood aan de dood. Zaterdagochtend 1 november, 5:30. In een Volkswagen Golf met witte Duitse kentekenplaten zijn 2 vrienden op weg naar Almere. Na een avondje stappen rijden de 2 26-jarige mannen over de N701, de Poortdreef, richting de nieuwe wijk Almere Poort. En kort na dit treinviaduct horen 2 vrienden een harde klap. Een explosie. En wat dan volgt lijkt wel een filmscène. Door die klap komt de zwarte Volkswagen Golf een stuk los van het asfalt. De motorkap klapt open en belemmert het uitzicht. De airbags knallen eruit. De bestuurder probeert nog te remmen, maar de auto lijkt onbestuurbaar en schiet nog zo'n 100 meter door.
En hier worden ze vanuit een grijze BMW beschoten. De bestuurder vlucht links de auto uit en komt met de schrik vrij. De bijrijder gaat de rechts de auto uit, over het gras, richting de spoorbaan. Hij wordt daarbij met een automatisch wapen beschoten en raakt zwaar gewond. Wie later de zwaar beschadigde Golf en de tientallen kogelhulzen ziet, kan niet anders dan concluderen dat het een wonder is dat beide vrienden de gerichte aanslag hebben overleefd. We beginnen meteen met een heftige zaak. Want wie is er verantwoordelijk voor de dood van Louana Loes Xavier? Op bewakingsbeelden is te zien hoe ze op 8 december vorig jaar voor de ogen van haar kinderen werd vermoord. Het is 8 december 2014, iets na 7:30 s'avonds. De politie doet onderzoek op de plaats delict aan de Bekenstein in Amstelveen. Zojuist is hier de 34-jarige Louana Loes Xavier met pistoolschoten vermoord. Ze is op het eerste gezicht een gewone Amstelveense werkende moeder. Louana is afkomstig uit Brazilië, maar woont al een aantal jaar in Nederland. Ze opent hier samen met haar eerste echtgenoot een kledingzaak. Samen met hem heeft ze een dochter van 12. Daarna krijgt ze nog twee kinderen, een meisje en een jongetje, in een volgende relatie. In 2012 opent Louana hier in de Gasthuis Molensteeg in het populaire winkelgebied de Negen Straatjes, kledingwinkel District 9. Ze verkoopt mannenkleding en accessoires. Maar er gebeurt meer in de zaak. Omdat Louana Loes Xavier in deze periode een relatie heeft met een Amsterdamse crimineel, wordt het winkeltje ook een ontmoetingsplek voor lokale criminelen. En alhoewel Louana zelf niet in drugs handelt bijvoorbeeld, zit ze toch in het hart van de Amsterdamse onderwereld. Eind 2014 verloopt de relatie met haar vriend moeizaam en ze zorgt voornamelijk alleen voor haar kinderen. Louana is een echt familiemens. Ze gaat een paar keer per week eten bij haar zus, die net als zij in Amstelveen woont, aan de Sacharovlaan. Zo ook maandagavond 8 december 2014. Haar moeder uit Brazilië is over voor een korte vakantie. Ze logeert zo lang bij Louana en is er die avond ook bij, net als Louana's kinderen. Inmiddels is duidelijk dat de moord op Louana is voorbereid. En tijdens het eten wordt vanaf deze plek bij het bruggetje het huis geobserveerd. En dat is ongeveer zo'n 50 meter verderop. En op het moment dat ze zien dat Louana en het gezelschap vertrekt, geeft de man die hier staat zijn handlangers waarschijnlijk een seintje. Rond 7 uur die avond zit de maaltijd erop. De kleintjes zijn moe. En het is tijd om naar huis te gaan. Louana, haar moeder en de kinderen stappen in hun Passat Station en rijden naar huis. Doordat Louana eerder vermoedelijk bij het huis van haar zus werd geobserveerd, wisten de daders dat ze even later hier zou arriveren, bij haar huis aan de Bekenstein in Amstelveen. En op dat moment staan zo'n 30 meter verderop, bij de onderdoorgang Okkenburg, twee mannen in een zwarte BMW te wachten. Rond 7:30 die maandagavond 8 december 2014 rijdt Louana nietsvermoedend de straat in. Een bewakingscamera legt vast wat er gebeurt. Louana parkeert haar Volkswagen Passat vrijwel recht voor haar huis achteruit in. Ze stapt uit en loopt even naar haar huis toe, waarschijnlijk om de goed beveiligde voordeur te ontgrendelen. Ondertussen komt ook de rest van het gezin langzaam uit de auto. Terwijl de moeder van Louana de kinderen helpt met uitstappen, loopt Louana naar de achterkant van de auto. En terwijl ze tassen uit de kofferbak pakt, komt de BMW aangereden. Vanaf de passagierskant stapt een jonge man uit, loopt direct op Louana af en schiet. De 27-jarige Najib Himig, geboren en getogen in Amsterdam, van Marokkaanse afkomst. Hij was ooit een veelbelovend kickbokser en daarvan dateert zijn bijnaam Ziggy, wat de onoverwinnelijke betekent.
Himig klimt gestaag in het Amsterdamse criminele milieu. Zonder regulier inkomen leeft hij met veel geld, draagt dure horloges en rijdt dure auto's. Himig hoorde bij de vriendenkring en was zakenpartner van de inmiddels geliquideerde Gwennet Marta. Privé woont Najib Himig enige tijd samen met Luana Luz Xavier. Samen krijgen ze 2 kinderen. Volgens familieleden onderhielden zij uiteindelijk een moeizame relatie. Ja, en u denkt dat Luana's band met Himig mogelijk de aanleiding is geweest voor haar dood? Ja, we denken dat hij door zijn criminele activiteiten het doelwit is geworden van andere criminelen. En mogelijk dat Luana hierdoor ook bij Najib's vijanden in beeld is gebracht. Mogelijk omdat zij ook te veel zou weten van die criminele activiteiten. Najib speelt hoe dan ook dus een sleutelrol in ons onderzoek. Ja, en dan naar Nieuwsloten, waar een paar uur eerder het de politie zelf was die het vuur opende. Na een wilde achtervolging werd daar een man gearresteerd. Bij die aanhouding schoot de politie hem in zijn been. De arrestatie is verricht in het kader van een lopend onderzoek. Het was even na 4 toen een wilde achtervolging met maar liefst 4 auto's eindigde hier in de Knokkerstraat. In de zwarte BMW zat volgens de buurt de aangehouden verdachte. De grijze BMW die in de tuin belandde zou van het arrestatieteam zijn. Ik lag met mijn vrouw natuurlijk in bed. Mijn vrouw die moest even plassen en die lag nog geen 5 minuten in bed. En ja, natuurlijk de knal van de auto die de pergola omver gereden heeft. Toen ik alleen dat geluid hoorde, dacht ik, er rijdt iemand bij ons hier naar binnen. Maar dat zagen we al snel dat het daar op de hoek was. En we zagen eigenlijk al snel dat het een soort arrestatieachtige situatie was. Van halt politie, stop politie. Toen kreeg ik uit mijn slaapkameram en toen zag ik ze gewoon schieten achter op het plein. Op elkaar hier achter je. Buurtbewoners zeggen ook tegen AT5 dat er meerdere verdachten bij de actie betrokken waren. Maar dat wil de politie niet bevestigen. Die houdt het erop dat er 1 verdachte is aangehouden nadat hij in zijn bovenbeen was geraakt. Hij heeft het zeker levend eraf gebracht. Want een van de agenten zei nog van doe eens rustig, hier ga je niet aan dood. En u zegt geen wilde achtervolging, maar ik ben er ook even geweest. Het zag er behoorlijk uit hoor, dat was nogal een ravage. Nee, oké. Als er een aantal auto's op elkaar rijden, dan kan het natuurlijk wel eens misgaan. En zeker als je dan als 1 auto de tuin inrijdt en daar een pergola raakt, dan is de puinhoop compleet. Maar het was midden in een woonwijk, dus het zal niet echt hard zijn gegaan. Ik heb niet meer geslapen daarna, laat ik het zo zeggen. Het eerste wat door ons heen flitste was onze dochter die in de stad is. En die zou ongeveer rond 4 uur thuis komen. Vaak hoor je het van verder af, maar het komt steeds dichterbij. Dus ja, het is afwachten waar het eindigt. Hè.
Schietpartij in de Staatsliedenbuurt is een van de meest gewelddadige momenten in de Amsterdamse onderwereldoorlog. Adil A. en Anouar B. doorzeefden een Range Rover. Twee inzittenden werden gedood. Een derde redde zijn leven door in het water te springen. Op de vlucht schoten de mannen op motoragenten en voor de rechtbank was dat de druk. De rechtbank heeft vastgesteld dat het gaat om 2 keer moord, 1 keer pogingmoord. Daarvan zegt de rechtbank, dan zou je nog kunnen komen aan een tijdelijke gevangenisstraf. Maar als de daders dan op de vlucht slaan en van dichtbij met machinegeweren gaan schieten op politiemensen, daarvan zegt de rechtbank, ja, nu wordt er een grens gepasseerd. Onze rechtsstaat is hiermee in het geding. Nu past alleen nog levenslange gevangenisstraf. De rechter moest het doen met veel indirect bewijs en de advocaat van de veroordeelde ziet genoeg aanleiding om in hoger beroep te gaan. En omdat er nogal wat aannemelijk geacht is en nogal geredeneerd wordt in de trant van in onderlinge samenhang en verband gezien, redeneringen worden gebruikt, ja, is dat toch ook een formule die je vaak hoort als er sprake is van enige bewijsnood. En ik meen dat in deze zaak het echt te wankel is om iemand tot deze straf te kunnen veroordelen, om überhaupt te bewezen te kunnen verklaren dat hij betrokken is geweest bij deze zaak. Na de uitspraak leverde de verdachte commentaar op de rechtbank. Dit is het grootste pad in Maastricht. Ja. Als je naar de daders had veroordeeld, wel, met je bullshit. Over die telefoons heb ik niks gehoord. Fucking bullshit. Verkeerde daders, dat is voor niks. Ik ben echt niet onder de indruk, hoor. Ik ga een hoop op doen. Het was niet de eerste keer dat ze commentaar hadden en de rechter merkte nog op dat het gedrag van de mannen in de rechtszaal gedurende de zaak hen niet heeft geholpen. De Klerkstraat in Amsterdam-West. Woensdagnacht 13 mei rond 11:45 wordt er in deze drukke straat opeens geschoten door 2 gewapende donkergetinte mannen die rechts buiten beeld staan. Als eerste zien we een kogel door de ruiten van een geparkeerde auto vliegen. Op nagenoeg datzelfde moment stopt er rechtsboven in beeld voor het stoplicht een auto. Het lijkt of de inzittenden van die auto reageren op het schot dat hen op een haar na heeft gemist. Er stapt iemand uit. De man begint in de richting van de schutters te lopen. Die openen het vuur. De uitgestapte jonge man wordt geraakt. Hij zakt naast zijn auto in elkaar, waarop de daders er op een scooter vandoor gaan. De man die geraakt is, blijkt de 25-jarige Youssef El Katoui te zijn uit Zaandam. Hij overlijdt ter plekke aan zijn verwondingen. Ja, mevrouw Lust, opnieuw een dode in Amsterdam die eigenlijk helemaal niet het doelwit van de schutters lijkt te zijn geweest. Nee, er is door de daders tussen de 10 en 20 keer geschoten met een automatisch wapen. En dat lijkt echt in het wilde weg te zijn gebeurd. Op de beelden is duidelijk te zien dat op het moment dat vuur wordt geopend, dat op de achtergrond in de baan van de schoten een tram langs rijdt. Die tram is ook door 3 kogels geraakt. Eentje sloeg in vlakbij de bestuurder, onderin de tram. En een tweede verbrijzelde de ruit vlak achter haar. De passagiers zijn toen uit angst op de grond gaan liggen, wat ze dus ook mogelijk gered heeft. Dus waarschijnlijk is er dus nu 1 onbedoeld slachtoffer gevallen, maar dat hadden er dus meer kunnen zijn. En de kogels uit zo'n wapen hebben zo'n kracht dat we ze hebben teruggevonden in de muren van gebouwen tot wel zo'n 100 meter verderop. Omdat het daar zo levensgevaarlijk is geweest, zijn ook meteen de bewakingsbeelden openbaar gemaakt. Inmiddels lijkt ook duidelijker wat hier allemaal aan vooraf is gegaan. Ja, en voor zover we hebben kunnen achterhalen, zijn die daders dus voor dat schieten in de Tapas Lounge Village geweest, beter bekend als de Shisha Lounge aan de Klerkstraat. Volgens getuigen kwamen er 2 gewapende, donkergetinte mannen met helmen op de zaak binnen. Eén van die mannen die bleef toen bij de deuropening staan. Die tweede man die ging naar binnen en die liep van tafel naar tafel, dreigend met dat vuurwapen, duidelijk op zoek naar iemand. Wij denken dat dat beoogde doelwit 5 minuten daarvoor inmiddels de zaak had verlaten. En dan wordt er plotseling van binnenuit de Shisha Lounge, dus op die 2 mannen geschoten. Slachtoffer Youssef El Katoui was een bekende van ons, overigens niet in verband met de recente liquidatiegolf. Maar uit onderzoek is inmiddels wel gebleken dat hij ook een bekende was van dat beoogde doelwit van die avond.